Ja, dat hebben we al gehad. Daar hoef je niet op te wachten. Daar hoef je geen hoop op te vestigen. Ja, nee, en terecht. En terecht. Moeten we niet gewoon volhouden? Moeten we misschien opgeven? Ja, want dat is het enige alternatief. Ah. Vandaag bespreken wij het boek 365 dagen succesvol in de liefde, geschreven door David de Kok en Arjan Vergeer. Naast mij zit Gitte Briffa en uh, jij hebt mij uh, kennis doen maken met 365 dagen succesvol. Ik had een uh, scheurkalender gekregen oh. om jou uh, 365 dagen mm. een geluksgevoel te geven mm. en ik werd daar eigenlijk elke dag een beetje ja, humeuriger van. Mm. Dus ik dacht, ja, uh, wie zijn zij, wat doen zij? Ja. En toen ben ik naar een super relatieweekend gegaan. En uh, dat vond ik afschuwelijk. Ja, na een paar uur ben ik ook uh, weggegaan en hier was ik afscheid aan het nemen van mijn vriend. Daar is een foto van genomen en die is ook gebruikt voor de PR van dit weekend. En goed om te weten is dat ik heel vaak uh, naar retraites en cursussen, uh, workshops doe. Ik denk dat ik de helft van mijn tijd uh, met persoonlijke ontwikkeling bezig ben. Maar deze vond ik tenen krommend. En ze hebben dus ook gewoon een boek, 365 dagen succesvol. En dat gaat meer over je carrière, denk ja. ik. Of je leven in het algemeen. Ja, je business. En dit is toegespitst op de liefde. Ja. Dus het is niet de kern van hun hele filosofie, dit boek. Nee. Maar wel de kern van hun filosofie over liefdesrelaties. Ja. Nou dan... Uh, het boek zelf maar eens uh, openslaan. Ja. Met alle gevolgen van dien. Het boek valt uiteen in drie delen. Uh, deel 1 is Ik Ben Super. Deel 2 is, wij hebben een relatie. Deel 2 klinkt best simpel. Okay, okay. Goed haalbaar. Ja, maar dan heb je hem. En deel 3 is, wij zijn een superrelatie. Daar ligt de uitdaging natuurlijk. Ik vind eigenlijk dat de uitdaging al sneller begint. Ik kreeg eigenlijk echt stress van die eerste al: van um, ik ben super. Dus daar mm. vind ik al dat het uh, mm. een uitdaging is. Want eerst moet ik super zijn en dan pas mag ik uh, een relatie hebben. Mm -hmm. En die relatie ja. is nog niet goed genoeg, het moet super zijn. Ja. Dus het is altijd uh, onmogelijk. Dan komt er een inleiding. Er zijn maar twee manieren om in een relatie te staan. Mm -hmm. Ofwel ben je uh, aan het groeien in je relatie en je investeert daar mm. dan in. Of anders investeer je niet in je relatie en ben je eigenlijk aan het vertrekken. Ik heb hier vooral moeite met het woord groei. Alsof een relatie niet mag voortkabbelen, als het ware. Ja. Yeah. Elke dag moet beter zijn dan de vorige of grootser. Ja. Yeah. Maar dan moet ik ook denken dat onze hele economie zo is. Heel ons systeem ja. is zo. Als het niet aan het groeien is, dan is het aan het eindigen eigenlijk. Ja. En wanneer groeit de relatie ook? Hoe neem je dat waar? Nou okay, kijk, investeren... Ja, helemaal lekker zit het me niet, want het is een financiële term in een relatiecontext. Mm -hmm. Ja, maar ze komen uit de zakenwereld. Hè? Hmm. En ze laten zien dat de, de technieken uit de zakenwereld ook op de relatie ja. toepasbaar zijn. Wauw, geweldig. Er is dus... geen gebied veilig voor de voor de commercie. Ja, klopt. Ja, ja. Zelfs je hart is niet veilig. Nee. We gaan je hart nou ook als een bedrijf zien. Ja. En je moet succesvol zijn. En 365 dagen. Ja. ja. Oeh. Ja. Kun je dan niet een 366e dag toevoegen op de kalender waarop je dan even niet succesvol was? Mag Dat De rustdag. Wat de meeste mensen niet beseffen, is dat ze in eerste instantie een liefdevolle relatie met zichzelf dienen te hebben voordat er ook maar iemand anders in het spel betrokken kan worden, je moet van jezelf leren houden voordat je van iemand anders kunt houden. Er zit heus wel wat in. Het is niet voor niks een cliché. Maar dit is geen nieuws. We noemen dat één worden met jezelf. Dat vind ik al een hele enge term. Mm -hmm. Want als je het menselijk brein vergelijkt met het besturen van een land of een regering, dan is het niet een dictator die bepaalt wat er gebeurt... ...maar meer een parlement met allemaal stemmen... ...die het oneens zijn met elkaar hè, in je hoofd. Dus uh, mm -hmm. een stem die zegt... Uh, ...ik heb nu trek in chocola. En dan een andere stem die zegt... ...nee, je moet afvallen. En uiteindelijk is er dan een soort parlementaire meerderheid... ...voor één bepaalde <laughs> ding en dat ga je dan doen. Mm -hmm. Dus je bent altijd een veelheid... Yeah. ...en je hebt altijd conflicterende neigingen... ...en daar weer oordelen over. Yeah. En dat maakt het al onmogelijk... ...om één te worden met jezelf. Mm -hmm. Dan ben je een computer... Pas wanneer je één bent met jezelf, is er ruimte voor iemand die je echt aanvult in plaats van opvult. Je hebt dan helemaal geen relatie nodig om gelukkig te zijn. Dit vind ik heel verneinig. want je gaat dat boek lezen waarschijnlijk omdat je een relatie wil of een fijne relatie wil. En dan de uitdaging is om hem eerst niet meer te willen. Pas als jij het niet meer wil, dan kun je het krijgen. En je moet gewoon al alles op een rijtje hebben, ja. heel veel voorwaarden voor je het macht ja. hebben. Je bent het simpelweg al. En stel je dan eens voor dat je iemand tegenkomt die daar precies hetzelfde over denkt. En jou dan ook nog eens helemaal geweldig vindt. Hoe zou het zijn wanneer je dit over elkaar denkt? Ik heb je niet nodig en ik vind je helemaal geweldig. Natuurlijk heb je die andere persoon niet nodig zoals je zuurstof nodig hebt. Mm -hmm. Dus als je zou zeggen: ik heb geen zuurstof nodig. dan ben je net een gek. Maar dat is wel een hele, hele absolute radicale vorm van nodig hebben. Ja. Maar als je dat even dan laat voor wat het is en je gaat kijken: nou. Heb, heb je die ander dan helemaal niet nodig? He, is het gewoon van, oh nou is ze er wel, leuk, vind ik geweldig. Oh nou is hij weg, oh prima, ga ik verder met mijn eigen leuke leven? Ja, dat nee, dat is ook niet zo. Je hebt wel ja, tot je op zekere zet... hoogte die ander nodig. Stel je voor, degene met, jou, met wie je een relatie hebt, die gaat ineens dood. En ineens dat het uitgaat, maar die gaat dood, die is echt helemaal weg. Ja, dan balans je in een emotionele chaos. Dus dat is echt wel een vorm van nodig hebben. Ja. En als je daar niet in belandt, dan zou je jezelf af kunnen vragen, hield je van die persoon? Yeah. Of was je maar al lang zat? Yeah. Dus, en, en, en ook als je het vanuit de ander bekijkt, um, het lijkt mij ook een prettig gevoel dat jouw geliefde jou tot op zekere hoogte nodig heeft. Toen we onderzoek deden voor ons vorige boek, 365 dagen succesvol, ontdekten we dat er vier gebieden zijn in je leven die bepalend zijn of je wel of niet gelukkig bent. Die vier gebieden zijn je fysieke en mentale gezondheid, je werk, je financiële situatie. En uiteraard je relaties. Al snel ontdekten we dat het bij die laatste categorie vooral ging om de liefdesrelatie. Hier, dat is een van de vier gebieden die bepalend zijn of je wel of niet gelukkig bent. Relaties. En toch moet je doen alsof je zonder relatie al helemaal gelukkig bent. Nou, goed opgemerkt. Hier spreken ze zichzelf, om... zichzelf tegen. Ja. Behoorlijk tegen, vind ik. Verder zal het je opvallen dat we in dit boek gebruik maken van simpele modelletjes. Ook dat doen we expres om de complexe wereld tijdelijk te vereenvoudigen. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het meestal het beste werkt wanneer we doen alsof iets zwart-wit is. Dat maakt het voor jou overzichtelijker en bovendien ben je zelf slim genoeg om de nuance aan te brengen als je dat nodig vindt. Ja, dat is makkelijk. Als je dat nodig vindt. Ja. Dus dan heb je nog de optie om de wereld in zwart-wit te zien. En ik kan me inbeelden dat als je zelf niet in de wereld zit van persoonlijke ontwikkeling, want dit is echt iets voor beginners, ja. um, dan, dan is het moeilijk om te nuanceren. Ja. Want je kan pas nuanceren als je er heel goed in zit in die materie. Ja. Dus als iemand zegt het is zwart-wit en je hebt nog nooit van grijs gehoord, ja. dan kan je grijs niet bedenken. Het kost heel veel werk om die nuance te vinden en goed uit te leggen. Ja. Dat is dus het ingewikkeldste eraan. Ja. Ja. Dat, dat leg je dan even lekker bij de lezer. Ja. En ook een soort disclaimer: van, we gaan dingen zeggen die niet kloppen, Dan moet je ons niet op afrekenen. Ja, ja daar ga ik je wel op afrekenen. We vragen je ook vaak om dingen op te schrijven in het boek. Doe dat dan ook. Het helpt je heel erg om woorden uit je hoofd te halen en op papier te zetten. Zo kun je er letterlijk met meer afstand naar kijken. En dat geeft je heel veel onverwachte informatie. Het wordt duidelijker voor jezelf als je het opschrijft. Dat is weer waar, denk ik. Als ze zo zeggen, doe dat dan ook. Dan voel ja. ik wel zo, oh. De ondertoon is, jij gaat dit niet doen. Dus ik moet ja. het nog eens zeggen. Je ja. bent waarschijnlijk lui en ongecommitteerd. Ja. Want ze hebben al heel veel regels gegeven ja. Je klopt bij ons aan, dus je bent iemand met allemaal mislukkingen. Om een superrelatie te gaan creëren heb je dus twee dingen te doen. Je bouwt en onderhoudt de relatie en je blijft investeren in de liefde. Maar dan is er nog iets. Seks. Seks is misschien wel het meest onderschatte deel van een liefdesrelatie. Ik vind dat seks vaak wordt uh, gezien als een graadmeter. En dat zie je vaak hoe dat mensen er dan over praten als het niet goed gaat, de seks. En gaat over vol, volle schaamte van... Hmm. Oh, ja, bij ons... Uh, hmm. Gaat het niet zo goed op dit moment? Mm. Of, eh, terwijl, als het niet zo belangrijk zou zijn, zou je zeggen, oh, we hebben geen seks. Mm. <laughs> het is bij ons niet zo belangrijk. Mm. En dat is toch een taboe. Mm. Dus als, uh, een taboe wijst toch wel op hoe belangrijk iets is. Mm. Um, ja. Ik vind dat communicatie, oprechte communicatie, vaak onderscheid wordt. Ja. Want hoeveel je ook van de ander houdt en hoe goed jullie relatie ook werkt, als er niet liefdevol wordt gevreden en wild wordt geneukt, gaat de glans er snel vanaf. Alsof je zo onder de maten op de café zit. Mm. Ja, je moet veel wild neuken. Sterker nog, je kunt het daadwerkelijk aan mensen zien als ze al een tijdje droog staan. Ze worden er letterlijk een beetje grauwer van. Als een diamant waar een laagje stof overheen ligt. Droog staan, dat toont ook weer, we hebben zo'n woorden daarvoor. Ja. Dus dat wil toch zeggen hoe belangrijk seks is, want je mm. staat anders droog. Yeah. En erger nog, je wordt er letterlijk een beetje grauwer van. Letterlijk. Yeah. Dus je kunt aan iemands gezicht zien. Stel mm. je voor dat je gewoon een vitamine D tekort hebt. Mm -hmm. <laughs> en mensen yeah. denken dat je grauwer bent omdat, je, seks, uh, omdat yeah. je geen seks hebt. Ik vind het heel erg. Het is een yeah. stigma van. Veel mensen denken dat ook te kunnen zien aan met name vrouwen, hè? Van, uh, die, die moeten keer geneukt worden. Ja. Ja, dat moedigen ze een en, beetje en, aan. En die kwaliteit, zo van die moet eens geneukt worden, ja. die zit hier ook in. Ja. Maar als jij asexueel bent, dat is echt een mm. ding. Dus dat is echt gewoon, jij kiest ervoor om geen seks te hebben. En voor die mensen. Ja, die hebben er ook toch, geen behoefte aan. Ja, die hebben er geen behoefte aan. En dat wordt meer en meer, dat is hun emancipatie, om ja. dat toe te geven. Ja. Ik, ja. Denk, ja. ik hoor hier vooral hun verlangen. En het komt verder in het ja. ook, ook uh, hoe, hoe belangrijk seks is. En dan denk ik, oeh. Um, is dat jullie eigen gemis of zo? Ja. Hoeven... Nu gaat dit boek niet over seks, maar weet dit: je relatie hoeft niet geweldig te zijn voordat je lekker kunt vrijen. Je hebt lekker vrijen wel nodig om het geweldig te maken. Wacht dus nergens op als je je relatie wilt verbeteren. Begin tussen de lakens. Praten kan altijd nog. Begin er maar aan. Dat vind ik een heel goedkoop advies. Mm. Dat ik dus ook in het seminar had gezien mm. hè, van 365 ja. toen ik daar was. Ja. In uh, Avaas. Mm -hmm. de, waar er een stel al een tijd geen seks had en dan zei zij dat: just fucking do it. Mm -hmm. en, um, en, dit, en, en zij dan ook de dag daarna gedaan hadden. Dan vraag ik mij af: in hoeverre is daar wezenlijk iets veranderd? Mm -hmm. Of is het gewoon een soort van groepsdruk mm -hmm. van uh, duizenden mensen die zeggen: mm hé, -hmm. hey, jullie twee, jullie hebben een probleem met seks, ga het even doen. Mm -hmm. Want je moet het gewoon doen. En dan komt het wel. Mm -hmm. Maar als er, er zit vaak iets onder waarom mm. mensen seks niet hebben mm. of niet meer hebben. Dus daar moet naar gekeken mm. worden. Maak het belangrijk. Let op: alles wat je aandacht geeft, groeit. Met deze wetenschap hebben we drie ingrediënten die je helpen een superrelatie te creëren: relatie, liefde en seks. Voordat we daarover verder gaan, is het zinvol eens voor jezelf op te schrijven waar bij jou het probleem zit. Is er voldoende liefde? Is er voldoende relatie? Is er voldoende fijne seks? Geef het eens een cijfer, waarbij 0 betekent helemaal niet en 10 betekent ik zou niet weten hoe het meer kon worden. Oké. Oh, hopelijk heb je wat opgeschreven. Wanneer je niets hebt opgeschreven, heb je er niet over nagedacht of vind je het niet belangrijk? Er is namelijk altijd iets wat je kunt doen. Ja, ze gaan er weer vanuit dat je niets hebt opgeschreven en ook bedreigend. Ja. <laughs> Als je niets hebt opgeschreven, dan heb je er niet over nagedacht, ja. of dan je, vind je het niet belangrijk. Dan zet je eigenlijk aan het vertrekken. Wanneer we deze drie ingrediënten als cirkels tekenen en ervan uitgaan dat je alle gebieden evenveel aandacht geeft, ziet dat er zo uit. Zo'n venn diagram is dat dan, hè? In het midden zit de superrelatie en ze lijken ervan uit te gaan dat je steeds twee van de drie dingen hebt. Dus of je hebt relatie en liefde, maar geen seks, dan is het een broer-zusrelatie. Of je hebt liefde en seks, maar geen relatie, dan is het een latrelatie. Raar, een latrelatie is dat ook wel een relatie. Hoezo heb je dan geen relatie? En of je hebt... Maar dan heb je geen superrelatie. oké super, oh, geen super ja, maar, ja, maar, ja, maar je zit met latrelaties. Dan zit je buiten de relatiescirkel. Ah, dus als ja, je ja. geen relatie hebt. Ja, ja. En met seks en relatie, maar geen liefde, heb je een broodrelatie. Nou, dan gaan ze hier die verschillende mogelijkheden laten zien. Je kunt zien dat je werkelijk alle drie de cirkels nodig hebt om tot een superrelatie te komen. Zo gauw een van de cirkels verdwijnt, verandert onmiddellijk de aard van de relatie, en die wordt er nooit beter op. Geen liefde. Wanneer er bijvoorbeeld geen liefde meer is, maar nog wel relatie en seks ontstaat de broodrelatie. Blad gezegd is naar de hoeren gaan ook zo'n relatie. Ah oh, heftig. Eigenlijk wordt je een hoer genoemd. Ten eerste, of garmen die hoer. Ik vind echt het woord prostituee iets knapper. Ja, ja, ja. Um, en ten tweede, je wordt echt een hoer genoemd. Daar is bepaald geen liefde, maar wel een relatievorm, lezen, afspraak en seks. Oh, nou, dat zijn het dus, wel een relatie. Ja, dus een latrelatie. Is geen relatie, maar naar de hoeren gaan wel. Maar luister. Ook buiten de prostitutie komt deze relatie veel voor. Mannen die claimen het recht te hebben op het lichaam van hun vrouw. in ruil voor kost, inwoning en achternaam. Dat is een transactie zonder liefde. One-night stands en gescharrel vallen hier ook onder. Want daar komt zelden liefde aan te pas. Maar. Luister, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Dus eerst gaan ze zo'n zo beetje shaming doen. Ja, ja. Gebruiken ze in de politiek ook. Ja, zo'n soort van fout. Ja, ja. En, uh, maar nee, dat hoeft geen probleem te zijn. Ja. Het wordt pas een probleem wanneer een van de twee wat anders wil. Ja. Oh, een superrelatie bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja. En dan dat komen zo. zij weer uit op hun gewenste resultaat. Ja. Je moet het helemaal zelf weten. Aha. Maar dit is wel eigenlijk de enige manier... Maar je moet zelf weten hoe geen probleem zijn. Je mag ja. het ook fout doen. Maar we komen bij de volgende ja. relatie voor. Oké, okay. geen seks. Hmm. De mensen die wij tegenkomen in onze seminars willen meestal nog wel werken aan hun relatie. Ze voelen ook nog veel voor elkaar, maar zijn volledig uitgeneukt. Waarom dit woord? Ja. Hier komt weer zo die vulgariteit: dit ja. woord. Ze wordt de hele tijd van ja, we hebben seks hoor. En jullie zijn uitgeneukt. Ja. Geen relatie. Wanneer in plaats van de seks juist de relatie minder is, ontstaat een hele andere verhouding. Bijna iedere latrelatie valt hieronder. Veel liefde, goede seks, maar minder relatie. Ja, min, minder, maar niet geen. Prima, zolang het voor jullie beiden helemaal goed voelt, lekker van genieten. De problemen bij deze vormen ontstaan wanneer er een beroep op de relatie wordt gedaan. Bijvoorbeeld wanneer de stap tot samenwonen wordt gemaakt en helemaal wanneer er kinderen komen. Ze moeten toch problematiseren op de een of andere manier. Ja, ja. Prima? Maar als dit net dit, dan kan het toch ja? Een latere relatie lijkt dat me ook eigenlijk gaan. ideaal voor hun, Omdat je in helemaal onafhankelijk ja. zijn. Superrelatie. Bij een superrelatie staan alle gebieden in volle bloei. Er wordt geïnvesteerd in de relatie en de liefde is voelbaar. En ja, dat mag kopen. Regelmatig wordt er hartstochtelijk gesext. En... Uh, <laughs> waarom is de liefde niet hartstochtelijk? Ja. ja. En waarom is de seks niet voelbaar? Uh, en er is veel oprechte aandacht voor elkaar. Oké, okay, ja, mooi. Dan gaan we nu naar deel 1. Ik ben super. Je moet jezelf een rapportcijfer geven, heel belangrijk. Hè, ze zeggen: Hoeveel hou je nou van jezelf? Geef jezelf een rapportcijfer. Nou, dan geef jezelf een cijfer en dan zeggen ze: Heel goed, je hebt jezelf nu een beoordeling gegeven. En waarschijnlijk heb je net als bijna iedereen geen 10 ingevuld. Al hopen we dat natuurlijk wel. Dat is interessant. Want waarom is een paard als het geboren wordt gelijk een perfect paard en een duif meteen een geslaagde duif? Daar hoeft niets aan gesleuteld te worden. Geen bezoekjes aan de psychiater, geen relatietherapie, gewoon in één keer goed. Ik dus... denk dat ze willen zeggen dat wij een hoger bewustzijn hebben, waardoor wij ook zelf kritisch kunnen zijn. Ja. Ik denk dat ze daar willen zeggen. Okay. Um... Het paard denkt niet over zichzelf, ik ben geen goed paard. En de duif denkt niet over zichzelf, ik ben geen goede duif. Dat klopt. En dan zeggen ze, wij mensen redeneren meestal heel anders. We kijken vooral naar wat er niet is en dat maakt ons een bijzondere uitzondering in de natuur. Dat klopt en dat zorgt ook voor vooruitgang. Daar vliegen we mee naar de maan. Gewoon yeah. met die houding. Ja. En dan zeggen ze: wat je ook hebt ingevuld, kras het door en verander het in een belachelijk hoog cijfer. Bijvoorbeeld 62 miljoen of iets anders idioot Zie je dat enorme getal staan? Dat ben jij. Dat is net zo waar als wat je eerst hebt opgeschreven. Het is alleen veel leuker en fijner om naar te kijken. Kijk maar eens hoe het voelt als je in plaats van een sessie een 62 miljoen bent. Het werkt echt direct. Geen therapie voor nodig. Hier voel ik me niet serieus genomen. Ja. Het werkt echt direct ook, zeggen ze. Dus je hebt na geen therapie in nodig. Ja. Waarom doen wij dit niet allemaal? Ja. Ik zie je... nu die, die reclame, die, die clickbait voor me op websites. Van, Doctors are furious about this one trick that makes you happy. Ze hebben het over... Iedereen vertelt zichzelf verhalen over zichzelf. Hè? Je hebt een beeld van jezelf. En dan zeggen ze dus waar het om gaat is dat je jezelf een geweldig verhaal vertelt. En dat je dat steeds weer blijft herhalen, zou het niet goed zijn om hier nog een zinnetje toe te voegen over... het gaat erom dat je een realistisch beeld van jezelf krijgt. Maar wat ze hier zeggen, jezelf een geweldig verhaal vertellen... dat je steeds weer blijft herhalen, vind ik meer klinken als een soort... Ja. inwendige reclameboodschap. Ik ben fantastisch. Ik ben super, ik ben super, ik ben super. Niet alle verhalen zijn even onjuist. En een verhaal kan te negatief zijn, maar een verhaal kan ook te positief zijn. Ja. En dat is ook, levert ook pijn op. Ja. Als je ja. te positief, als je denkt: Ik ben de meest aantrekkelijke man op aarde. Ik ben de meest intelligente man op aarde. Ik ben de meest. En dan ga ik, ga ik de wereld in en dan merk ik dat ik dat niet ben. Nee. En dan nee. hoe ga ik dat oplossen? Doe alsof het er is, terwijl het er niet is. Doe alsof het er is voordat het er is. Ja. Dan komt het misschien. Ja. Begin maar gewoon met zeggen dat het zo is. Ja, ja dat is zoals die affirmaties, hè, die ook in de spirituele wereld vaak zijn. Ja. ja maar een affirmatie ja. op iets leggen waar dat. Totaal ligt de etteren eronder. Ja. ja dat, dat werkt totaal nee. niet. Verderop zeggen ze dan, we geven je tien krachtige tips om je relatie met jezelf te onderhouden. En de eerste is dan, word verliefd op jezelf. Dat is heel makkelijk. Je moet gewoon bloemen geven aan jezelf. In dit boek zijn, oh toch wel, 100, 172 pagina's. Hm. Maar er wordt zeven keer aangehaald als voorbeeld om lief te zijn. Koop bloemen. Hm. Ofwel hebben zij daar aandeel in. <laughs> of anders is dit wat zij de hele tijd in hun superrelatie doen. Hmm. Chocola en bloemen kopen hmm. voor een partner. En ook verliefd op jezelf. Niet hè, hou van jezelf, waardeer jezelf, maar verliefd. Ik zie echt het schilderij van Narcissus die zo verliefd naar ja. zichzelf staart in het water. Klopt, ja. Ja, en dan zeggen ze ergens beter in worden. Hè. Wanneer je groeit, leert en dus ergens beter in wordt, ervaar je geluk. Maar dat betekent dus dat je daar nog niet zo goed in bent als je kunt zijn. Mm -hmm. En dat onderkennen, dus zelfkritisch zijn, is net zo belangrijk als houden van jezelf. Ja. En ik denk in strijd met verliefd zijn op jezelf. Je bent perfect, je bent 62 miljoen. En dan kun je proberen beter te worden in dingen. Ja, nee, dan ben je dus nog niet perfect. Ja, het... het spreekt elkaar tegen. Ja. Het is niet alleen zwart-wit, maar dingen die eerst wit zijn, zijn dan een paar regels later zwart. zwart. Dan komt er een hele belangrijke, die ook in hoofdletter staat. Uh, je bent zelf volledig verantwoordelijk voor elke relatie die je hebt. Geloven dat de oplossing voor het probleem bij de ander ligt, is het probleem. Ik vind deze formulering te veel klinken als je mag nooit iets van de ander verlangen. Mm -hmm. Je mag nooit denken: maar nu is het tijd dat hij of zij eens een keer eh, uh, luistert of, of weet ik ja. veel. Nee, dat kan nooit de oplossing zijn. De oplossing is altijd dat jij zelf iets gaat doen. Alles wat je ziet is een gevolg van de keuzes die jij hebt gemaakt. Sterker nog, je leven zoals het er nu uitziet is een gevolg van alle keuzes die je hebt gemaakt. Ja, terwijl heel veel geen ja. keuze is. Ja, waar je bent geboren is al geen keuze. Dat heeft heel veel gevolgen. Heel veel. Het Hoe land je waar je, je bent geboren, je wat voor ouders je hebt, hoeveel jouw economische situatie. Jouw ja, welke ziektes je wel of niet oploopt. En zo ja. en dat doen ze hier allemaal alsof je dat zelf hebt gemaakt. Ja, dat is heel gevaarlijk om zo te denken. Ja, dat is echt heel kwalijk, ja. Je bent vooral een gevolg van de keuze die je zelf maakt. Hier is dus, eerst zeggen ze uitsluitend, hè? alles is een gevolg van keuzes. En nu zeggen ze vooral. Dus ze gaan al een beetje dimmen dan, ja. een stukje verder. Dus de nature-nurture-discussie ook een beetje... Maar hoewel nurture is ook niet eens jouw keuze. Dus het is, je hebt nature, nurture en choice eigenlijk dan. En volgens ja. hen is het allemaal choice. Of bijna allemaal choice. Ja, het is allemaal choice. Dat is een nieuwe stroming misschien. Ja. <laughs> het is niet meer nature-nurture-debat. Het is nee. choice. En er zit heel weinig compassie in deze zin. Ja. Het is heel neoliberaal. Verantwoordelijk heel... ben je altijd. Ook al is het misschien de schuld van iemand anders. Het is namelijk jouw leven. Ja, je... Iemand kan jou toch iets aandoen zonder dat jij er op wat voor manier dan ook verantwoordelijk voor bent. Ja, ja dat is heel erg. Je denkt denk denk... meteen aan Als... relaties met mishandelingen en zo. Aan en aan verkrachtingen. En, denk en verkrachting, ik. Ja. zo dat debat ook van: ja, je had je geen rokje moeten aandoen. Ja. Jij bent ook verantwoordelijk ja. voor. Hey. Ook al is het de schuld van iemand anders, Het wordt schuld voor die ander en dan geef ik jou alsnog verantwoordelijkheid. En dan komt er dus: ik ben compleet. zodat dan door. Ja, dan zitten we nog altijd in het de eerste deel van ik ben super. Ja. ja, wat ze nu zeggen is: ergens jaren geleden kwam er een zaadcel bij een eicel. Samen vormden deze mannelijke en vrouwelijke energie één nieuwe cel, jij. Deze unieke, perfecte en prachtige cel bevat een exacte kopie van het DNA van je ouders. Niet de helft van hun unieke codes, maar alles. 100% van je vader en 100% van je moeder maakt samen 100% van jou. Ja, dat is niet waar. Je krijgt de helft van het DNA van je ouders. Van je moeder de helft en van je vader de helft. Hier spreken ze een keiharde wetenschappelijke waarheid tegen. Dus dat plaatst ook het hele boek in een nog gekker licht, vind ik. Dat ze maar... hiertoe bereid zijn, dat ze dit gewoon doen. Je en dan gaan ze mannelijke en vrouwelijke eigenschappen beschrijven. en Het mannelijke is dan het rationele, verstandelijke, stoere, lompe, actieve en directe karakter. En het vrouwelijke, het zorgzame, gevoelige, intuïtieve, sociale en zachtere karakter. Ja. Oké. Okay. Kijk, en dan zeggen ze vervolgens wel. Zelfs in de grootste macho zit een vrouwelijke kant. En in de grootste fanfataal zit een mannelijke kant. Hoezo fanfataal? Maar nou goed. Dus, dan, dus Precies, ja, ja, ik weet wat het betekent. Maar, maar waarom is dan de vrou meest vrouwelijke vrouw dan een fanfataal? Van Fataal is een, is een filmcliché uit film Noir. Maar even dat daar gelaten, dan zeggen ze: zelfs in de grootste macho zit een vrouwelijke kant en in de grootste van Fataal zit een mannelijke kant. Dus zelfs... we, zeggen, we zeggen niet: mannen zijn helemaal dat rationele, verstandelijke, etcetera. en we zeggen ook niet: vrouwen zijn helemaal dat zorgzame. Hè? Dat, dus, dus dat klinkt dan weer een soort van geëmancipeerd. Ja? Van, jij als man hebt ook een vrouwelijke kant, Jij als vrouw mannen. mannelijke ja. Maar vervolgens zeggen ze wel. Je ziet vaak dat vrouwen die een complexe relatie met hun moeder hebben, ook een slechte relatie hebben met de vrouw in zichzelf. Ze gedragen zich vaak stoerder, onafhankelijker, lomper of ongenaakbaarder dan goed voor ze is. Dus die vrouwen die zijn te uh, mannelijk. En dan lees ik daar wel in, te mannelijk voor een vrouw. Dan heeft ze meer mannelijke eigenschappen dan goed voor haar is. Wat ik nee, heel paternalistisch vind. Dat is, is heel paternalistisch. Klikken. Ja. Hoewel ze zeggen dat wel alles in balans moet, hè? dat je een balans moet vinden, maar jij, ja. je, je ziet dan van, oh nee. Ja, maar die balans is die, toch niet helemaal gelijk. Het is niet gelijk. Iets gevers, maar <kwijls> toch iets meer naar de, jouw eigen genderkant. Ja. Bij Dit Ben Ik zeggen ze, het belangrijkste element dat geslaagde, langdurige en liefdevolle relaties onderscheidt van mislukte, uitgebuste en vervelende relaties is dit. Vriendschap. Wel goed, niet origineel, maar... Want wel prima dat ze benadrukken dat vriendschap belangrijk is ja. voor een goede relatie. Ja, maar hoe, hoe weet je dat dan, hmm. hè? Dat je dan zo'n goede match hebt dat je ook vrienden kunt zijn hmm. met die persoon, dus dat je die niet alleen fysiek aantrekkelijk vindt, ja. maar dat je er ook echt een vriendschap kunt mee bouwen. Ja. Hoe weet je dat? Ja, dat ben ik niet. Ja, ja dus, interessant. Dus, dus, ja. Uh, dan zeggen ze hier je hebt kernwaarden. Als je van elkaar weet wat de kernwaarden zijn, dan kan je op elkaar afstemmen. Want als je ongeveer dezelfde kernwaarden hebt, dan ben je een goede match. Hmm. Of aanvullende kernwaarden. Hmm. Dus wat David en Arjan zeggen is dat je kernwaarden bent. Je hmm. bent ze yeah. en dat verandert nooit. Hmm. Hier staan dan waarden die je dan 100% bent en dan staat er, ik ben geld. Ja. Ik ben ja, genot. Ja. Ik ben ondernemerschap. Ja. Ik ben, ja, je kan ook niet heel je leven ondernemerschap zijn, vind ik. En, ja. Of ik ben religie. Of ik ben 100%. Ja, dit is de theorie van Stephen Covey uit het boek 7 um, Habits of Highly Effective People. Waar Covey zegt dat de waarden mee veranderen doorheen de tijd. Dus als je het boek goed gelezen hebt, en dat hebben ze dus duidelijk niet. dan zie je dat, die waarde, um, dat je die waarde niet bent. Oké. Okay. Uh, analyse is de grootste vijand van de liefde. Dat, ja. Het hele boek is één grote analyse. Een <laughs> grote analyse. Nou, er is een relatie. Oh, eindelijk. Ja, en dan zeg je dus ook hier: hè, we gaan het vanaf nu hebben over jou in relatie tot de ander. Hiervoor ging het alleen nog maar over jou. Niet waar? We hebben van, van alles al gehad over relaties. <laughs> ja, ze keuren hier ook echt verliefdheid af. Hè? Dat is een tijdelijke verandering van zijn. We zien heel het boek een soort van controle krijgen en on top of shit zijn. Ja. En ineens is er een tijdelijke verandering van zijn. Dat willen we niet. Dat is echt ja. fout. Ja. Het wordt echt ook een vlaag van verstandsverbijstering genoemd. Hè? Midas Dekkers heeft dat gezegd. Mm. En ze vinden dat hij hartstikke gelijk heeft. Mm. Je moet wel verliefd zijn op jezelf. Maar je moet uitkijken met verliefd worden op iemand anders. Ja. Je mocht wel je verstand verbijsteren over jezelf. Mm -hmm. Yeah. Maar niet over de ander, yeah. want dan kan je gekwetst worden. Ik denk dat het hier over gaat. Yeah. Het gaat allemaal over hoe creëer je bescherming en zo min mogelijk risico. Zelfs in een superrelatie kan er natuurlijk uh, verliefdheid zijn, met hevige vonken en zo. Mm -hmm. Maar dat hoeft niet. Dus dat zegt ze er dan bij. Mm. Je moet wel supergeweldige seks hebben, yeah. maar je hoeft niet verliefd te zijn, per se. Yeah. En een superrelatie heeft immers niets te maken met welke vorm van verlatingangst dan ook. Mm. En dan denk ik, hé, van waar komt. De idee dat verliefdheid en verlatingsangst uh, per se iets met elkaar te maken hebben. Mm. Um, trouwens, by the way, wij hebben zelf een uh, superrelatie, zegt mm -hmm. ze dan van zichzelf. En het gaat dan niet over verliefdheid zozeer, maar een soort van innerlijk geweten. Oh ja. Yeah. Jullie herkennen in elkaar dezelfde droom. Mm. Je leeft volgens dezelfde waarden. Alsof jullie zielen elkaar al eens eerder in de armen hebben gesloten. Ja. Yeah. Dus het gaat verder dan verliefdheid. Als een soort van poef, daar ja. doen wij niet aan mee. Ja. Verliefdheid is toch verstandsverbijstering hm. Nee, wij staan daarboven. Wij hebben een innerlijk weten. Hm. En onze zielen weten het gewoon. Oké, okay, we maken het super belangrijk. Dus belangrijk is om uw uh, superrelatie belangrijk te mm -hmm. maken. En elkaar op nummer Oenouw te zetten. Mm -hmm. En het uh, blijkt dus dat tijdens de vakantie je meer verbonden voelt en romantischer mm. voelt. Dat blijkt uit een ja. heel belangrijke wetenschappelijke studie van vakantie.nl. Fijn voor vakantie.nl. Dat blijkt dat vakantie zo goed is voor ja. relaties. Gemiddeld brengen stellen in Nederland slechts 9 minuten per dag met elkaar door. In onverdeelde exclusiviteit. Daar dan weer geen bron. Nergens verdere bron. Ja, en dat is ook zo heel specifiek. 9 ja. minuten. Ja, heel precies. Dus dat ja. daar moet een bron van zijn, denk ik dan. Ja maken elkaar groter dan groot. Ze moeten elkaar gaan idealiseren. Ja, want hun standpunt is: zonder wederzijdse idealisering zul je nooit een superrelatie ja. hebben. Waarom? Dat is ook vermoeiend voor iedereen die daarna moet luisteren, lijkt me. Je bent totaal onafhankelijk. Dus hmm. waarom moet oh ja. je de ander idealiseren nee. en steunen, hoeveraat? Nee, hey, want die is helemaal één met zichzelf ook als het goed is. Dat is compleet. Zijn, dus... zijn vader en zijn moeder. Ja, dus dat idealiseren, dat is ook alleen maar weer een trucje dat je doet van. Dat helpt als je zo over diegene praat. Dan denk je zo over diegene. En dan, word je, dan ga je meer van hem houden. Dus zelfbedrog is het heel ja. veel, vind ik. Je zal voorliegen dat je geen relatie met hem hebt. Dan die relatie beginnen. Dan die relatie het allerbelangrijkste maken wat er is. En dan die persoon nog idealiseren. En die persoon idealiseren terwijl je hem zogenaamd niet nodig blijft hebben. Op een gegeven moment weet je wel... Meer... <laughs> Welke van de leugens is de echte leugen? We komen aan bij deel 3: Wij zijn een superrelatie. Ja, een superrelatie is geweldig zakelijk georganiseerd. Ja. Ze denken, het is allemaal een kwestie van organiseren. En bedrijf is een kwestie van organiseren. En een relatie is ook gewoon ja. een kwestie van organiseren. En bedrijven die idealiseren zichzelf ook. Ja, hier hebben ze ook. Hè? Ze maken hier echt de vergelijking. In een succesvolle liefdesrelatie hebben beide geliefden dezelfde prioriteiten. Hmm. Zitten de mensen op de juiste plek? Is er een kloppende begroting? Mm -hmm. Heeft iedereen gedeelde kernwaarden? Zijn storende taken uitbesteed? Dat hebben we dan eerder gezien mm. van... Oh, je uh, als, je conflict hebt, ja, als je conflict hebt over uh, je vrouw uh, die niet uh, graag schoonmaakt. Dan mm -hmm. ja, hebben ze gewoon als voorstel, uh, zoek een schoonmaker. Mm. Dus niet uh, van, misschien kan jij schoonmaken. En dan doet uh, de partner iets anders. Dus er... De, ja, het is wel duidelijk ja. dat schoonmaken voor hen een storende taak is. Mm -hmm. En duidelijk, nu zien we waarom. Dat het schoonmaker was, die moet je uitbesteden. Mm. Ja, okay. het bedrijf ook. En er is een kloppende agenda in een bedrijf. En er zijn een gezamenlijke missie en strategie. Dus ja. het is dus allemaal hetzelfde. Mm -hmm. En dat is dus goed ja. nieuws, want er is een hoop te leren van succesvolle organisaties en bedrijven. Ik vind het al eng wanneer we uh, commerciële ideeën gaan toepassen op de overheid. Ja. Huh? ja. Dat vind ik al fout. Ik uh, ja. vind het helemaal fout als je gaat toepassen op, uh, op romantiek. Of romantiek, ja. Op alsof, romantiek. alsof commercie overal een oplossing wordt. Dit dus is de maakbare relatie, dat ja. is het nieuwe. Dus je, de maatschappij, het individu, ja. dat kennen we allemaal ja. En dit is ook nog eens de relatie. Ja. De plek waar je je normaal het veiligste voelt, is nu ook de plek waar je moet scoren. Ja. De hele tijd. Ja. Oef. Misschien hebben we wel de oorzaak gevonden van de burn-outs in onze mm. maatschappij. En wat winst is voor een bedrijf, is dan groei voor je relatie. Ja, en waar is dan die groei? Dus dat, is, dat is je Misschien relatie. Misschien baby's? Winst. Ja, inderdaad, uitbreiding. Was dat was echt zo. Uitbreiding. Ja, een Christelijk gezin had enorm veel baby's. Ja. Dat is een goede, goede, groei. Maar wat is dan nu groei volgens ja. hen? Ja, iets, iets vaag en spiritueels waarschijnlijk. Maar als ik zie aan, hmm. als ik denk aan groei en winst en zo, dan zie ik het volgende puntje: is uh, uh, hoe je dus je relatie dus goed organiseert. Is dus door een emotionele bankrekening. Ja, grappig dat ze nou toch ook bij geld uitkomen. Ja, toch uiteindelijk is er een soort uh, kredietsysteem. Dus ook geld is in je relatie mogelijk. Een ja. soort van uitwisseling. Ja, je hebt een valuta. Die emotionele bankrekening ja. heeft mij geleid om deze snijtafel te kiezen. Oh. Want ik was dus um, op het superrelatieweekend ja. in Avas. En uh, daar werd gezegd over de emotionele bankrekening. En toen werd er gezegd van. Vrouwen uh, willen op een andere manier dat hun rekening mm. wordt aangevuld, en dat is met chocolade en bloemen. En dan zijn ze weer helemaal gelukkig. Mm. En een man heeft het allerliefste dat hij uh, goed gepijpt wordt. We zien dit ook uh, in een artikel in het Parool. Uh, daar staat dat David tegen Marian zegt dat een blootjob zorgt voor een heel grote storting op de emotionele bankrekening van Arno, haar man. En ze moeten ook de dag daarna even rapporteren hoe het geweest is. Dat staat ook in het artikel. En uh, dan zegt die David wel met enige gijnen van... Ik had me nog zo voorgenomen om het niet over pijpen te hebben deze keer. Zegt hij met een semi-serieus damage gebaar mm -hmm. het, niet gelukt. Dit is echt gebeurd. Ja. En uh, er was een vrouw die uh, opstond en die werd een paar keer genegeerd. Het is natuurlijk een heel grote zaal. Ze stond op het balkon en die zei echt, Excuseer... Um, maar ik wil als vrouw uh, ook mm. gebeft worden en dat vond ik echt mooi dat dat zo even rechtgetrokken wordt. Als we dan even kijken verder in dit stukje van emotionele bankrekening, tip alleen voor de vrouwen. Het gaat over hetero ook. Mm. Eh, je hebt geen andere seksuele voorkeuren. Dan zie je eigenlijk dat een man heel makkelijk te te, mm. te scoren valt. Heel makkelijk punten kan je bij hem mm. krijgen. Door hem zomaar ineens te overweldigen met onverwachte seks. Mm. Uh, terwijl een vrouw eerder uh, wil dat je dingen meedoet in het huishouden. Mm. Dus daar zie je ook weer zo dat seksisme. En die bloemen, die bloemen die blijven terugkomen. Mm. Hij zegt van ja, als je de man overweldigt met spontane seks, gegarandeerd dat hij fluitend door de dag mm. gaat. En waarschijnlijk krijg je bloemen. Mm. En dan denk ik alsof dat ons doel is als vrouw om de hele tijd bloemen te krijgen. Huis vol en, plus, bloemen. en plus ben je dan een soort van interactie ben je eigenlijk een, een, blo een, een bloemhoer of zo. Dat je seks hebt voor uh, bloemen te krijgen, want dat is jouw transactie, oh. weet je wel. Ik, ik, ik weet het niet, maar. Buikvol zaad, huis vol bloemen. Jasper. <laughs> Verleid elkaar via de donkere kant. Dus ook een van de laatste puntjes van dit boek. En denk dan van de donkere kant, wat is dat? Is dat dan um, een soort van eufemisme voor, voor bondage en SM mm. en, uh, en uh, weet ik allemaal niet allemaal, partnerruil en mm. zo? Mm. Is het dat is het, is het dat ze met donkere kant bedoelen? Zoals de christenen de daad zeggen tegen seks. Mm. De, de, de daad. Wat is het dan? En ineens wordt het precies een kinderboek. Yeah. Je ouders hebben ook de donkere kant. Yeah. En die willen ze misschien bekijken. Want een relatie. En daarom wordt er nu dat een oppas voor jou geregeld. Ja, ja. oké, okay, nou dan gaat het weer over ondernemingen. Dat je als relatie een doel moet hebben Ja. en kijken hoe, hè, dus de strategie van hoe ga je daar naartoe, naar het doel. Het is deels logisch en pragmatisch, vind ik. Want je hebt een idee van ik zou dit wel willen, ik zou dat wel willen. En dat, is dan, dat kun je dan formuleren als doel en dan kun je naartoe gaan werken. En dan is de kans groter dat je het bereikt dan wanneer je het niet als doel stelt. Maar als mensen het gaan hebben over het grote doel en het einddoel en dat soort dingen, ja. dan denk ik altijd meteen aan doodgaan. Dat is, dat is mijn einddoel, toch? Ja. Uh, er zijn een paar dingen die je alleen maar met je geliefde kunt of wilt doen. Ja. Dus je moet een geliefde zoeken met wie dat kan of ooit kan. Maar is dat dan je groot doel? Ik zou zeggen, het zijn dingen die je doet onderweg. Dan gaan ze uitleggen waarom je dan zo'n missie wilt hebben. Ja, geen boom zal groeien zonder de zon in de lucht. Ja. Het is het licht waar je naartoe groeit. Zelfs op een mm. scheve helling ja. groeit een boom in de zon recht omhoog. Ja. <laughs> dus nooit zo. Ja. En om het te verstevigen, want ze denken, ja, dit, dit is niet duidelijk genoeg, dit beeld. Mm -hmm. Zelfs bij een hevige storm groeit een boom in de zon <laughs> ja. recht omhoog. Hier gaan ze zich echt te buiten aan de beelden, vind ik. En dat is opnieuw ook gewoon niet waar. Maar, want... <laughs> Als je gaat kijken in gebieden waar heel veel westenwind staat bijvoorbeeld, dan zie je dat die bomen ook een beetje naar het oosten hangen gewoon. En ook is... de zon in de lucht die de gezamenlijke dromen geeft je een richting. Vind ik ook wel grappig ironisch, dat daar wil je eigenlijk niet heen. Je wil eigenlijk niet dichter bij de zon komen. Nee. nee. Dat is een heel eng doel. Zo'n doel van je hoofd dat het nooit gaat lukken. Ja, ja, dus om je droom waar te maken, uh -huh. moet je eerst samen een schets maken. Uh -huh. En daarna hoef je dat alleen in de werkelijkheid alleen nog maar te recreëren. Recreëren uh -huh. is een Frans leenwoord uh -huh. En dat betekent zich ontspannen. Uh -huh. Om dit te creëren, jouw droom, moet je uh -huh. je ontspannen. <laughs> yeah. Dus ze gaan recreëren, dat is een woord dat eigenlijk hier niet past. Ze bedoelen uh -huh. eigenlijk, je gaat dat creëren. En dat we er leuk over doen, dat is helemaal niet zwaar, want het is gewoon recreatie. Yeah. En dat is fijn. Recreatie. Ja. Ja. ja Heftig. Dus um, dat doel, dat helpt je om weg te dromen. Yeah. Om te snappen uit um, de realiteit. Ja, want dat blijkt uiteindelijk. Hè. Ze, zeg, ze zeggen ook, je zult meteen merken dat je het voelt. Uh, opeens groei je samen ergens naartoe. Hm. Jullie relatie heeft een richting gekregen. Hm. Daarvoor had hij nog geen richting. Hm. De, en trouwens, dat wil ook zeggen: iets moet een richting hebben. Ja. Een doel waar je zelfs je keuzes van vandaag op kunt baseren. Hm. En opeens gaan je gesprekken niet meer over het gedoe van de dag. Ja. Want dat willen we eigenlijk niet. Maar over het gevoel van morgen. Dus dat is echt escapisme. Laten we het niet hebben over onze shit. Ja. Maar we moeten echt focussen op onze droom. Hm. Want in onze droom is alles perfect. Want dan mm. zitten we te koken aan onze grote boerenkeuken. Yeah. En dat is uh, onze stip aan de horizon. Dan mm. gaat het goed zijn. Geen mm. gedoe nu. Mm. Even negeren. Dus zij geven eigenlijk elke keer in het boek een bypass: mm -hmm. een, quick fix. een quick fix. Een manier yeah. om niet met de shit, yeah. alle, de rommel die er is yeah. nu, wat normaal is in het mensenleven, mm -hmm. hup overstijgen. Yeah, yeah. Hup overstijgen. Overheen, weg, uit de weg. Eigenlijk is dit een soort van huistuin, keuken, persoonlijke ontwikkeling. Een grote snoepwinkel van verschillende methodieken die er zijn. En, um, en wat je ziet is eigenlijk dat er van de ene methodiek op de andere mm. wordt gehopt. Die elkaar mm -hmm. vaak wel tegenspreken. Mm -hmm. En uh, het is een mooie ambitie om Nederland gelukkig te maken. Mm -hmm. uh, en zelfs uh, een waanzinnig idee om mensen 365 dagen succesvol te maken. Mm. En dan ook nog eens in de liefde. Mm -hmm. Maar dat klopt niet, dat voelt eigenlijk als je dit boek leest als een, als een leugen, er zit heel veel paradox in. Mm. Je kunt niet succesvol zijn als je alleen maar um, happy the peppy, geen mm. gedoe, al, alleen maar oh, geen seks, oké okay, gewoon doen. Mm. In plaats van altijd maar eronder kijken wat er eigenlijk is. Ik denk dat dat volwassen zijn en, en ook sterk zijn te maken heeft met het. Aanvaarden van de niet maakbaarheid van heel veel dingen. Mm -hmm. In ieder geval niet op korte termijn. Niet op korte termijn. Misschien nee. op lange termijn een beetje. Ik vind het jammer dat die andere kant wordt ontkend. En het um, lijkt mij juist heel fijn om daar met mijn geliefde over te praten. Ja. Over die um, donkere kant. En dan ja. bedoel ik niet seksueel donker, maar gewoon de donkere kant van het bestaan, van het, van ja. het leven. Ja, wanneer het niet lukt. En dat ja. is waardevol, lijkt mij. Dat ja. creëert echt ons uh, verbinding. En echt uh, ja, gel geluk in, in zo van die gesprekken. En voelen van, oh, ik ben daar niet alleen in. En ja. ik, we doen het samen. En, en uh, ja, gedeelde leed is minder ja. leed. Ja. Het is echt fijn om, om gewoon te voelen van... Oh, ik, ik mag er gewoon zijn met alles wat er is. Hm. En ik hoef niks weg te steken. En ze zeggen natuurlijk nergens stop het weg... En dat lijkt me wel de enige manier om uh, de schijn te wekken dat je voldoet aan een opdracht. Echt voldoen kan niet, denk ik. Nee. Nee, maar ja. Je kunt alleen maar nep voldoen. Mm -hmm. En dat lijkt ook de opdracht eigenlijk. We hebben nu al doodbedreigingen gekregen. gaat tot het uiterste om het iedereen naar de zin te maken. Ja. Ik vind dit saai. <laughs> ja. Oké. Okay.